Welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag ga ik naar Ellen en Finn hun verjaardag. Sergio die is sinds lange tijd weer even naar Tilburg. Die gaat met zijn vrienden pokeren. Ik zie er ineens een. Hallo. Uit de kamer. Ik heb vandaag even een andere look geprobeerd voor mijn haar. Ik vind het wel leuk. Even wat anders dan dat losse. Wat vinden jullie ervan? Even kijken of jullie het kunnen zien. Cute, toch? En mijn outfit. Ja, dus ik ga zo naar haar toe rijden. Ik ben benieuwd of ik het in één keer kan vinden, want ik heb geen navigatie. Althans, een niet goed werkende. Ik weet niet wat ermee aan de hand is. Ik deed altijd met mijn telefoon. Ik heb Google Maps en kaarten. En hij kan wel mijn weg berekenen. Maar hij volgt me niet. Dus als ik ga rijden, dan loopt hij echt een paar kilometers achter. Dus bloedirritant. Dus gelukkig ben ik iets beter geworden in het lezen van waar ik nou heen moet. Maar we gaan het zien. Zo, even snel getankt. En nu mijn night vision glasses aan. Want het is donker en het regent. En dan zie ik nooit geen ene moer. En als je blauwe ogen hebt, dan schijn je wat gevoeliger te zijn voor licht. Dus let's go! Hey, mommy! Cadeautjes, cadeautjes! Kies maar wat. Hebben we nog een keer? Nee! Groot! Groot! Het is wel gewoon in principe voor jullie alle twee, maar jij verdient de cadeautjes. Maar we gaan er bij staan. Oh jee. Oh jee. Oh, ik was zo creatief. Ik was zo creatief. Ik denk, ik was zo inspiratieloos. Maar, deze ken ik. Hè? Ja, van jou. Toch? Nee. Ah, nee, nee, nee. Ja, toch ook zoiets? Ongeveer zoiets, ja. Maar nee, het is niet zo. Cutie, hè? Ook zeer, dankjewel. En nu, the next one. Wat zal het zijn? Volgens mij heb ik die ook even voor mezelf gekocht. Oh, wacht, wat kijk je nou? Wat zei je? Normaal. Als je voor jezelf hebt uitgezocht. Ja. Daarom zei ik, ik zeg, die heb ik ook voor mezelf gekocht. Die moet je meenemen als ze gaan trouwen. Die doet het! Ja, hè? Nee. Ik heb ooit een keer een hele oude pen zien staan. Ja. Met deze in een mini-versie. Je raadt wel waar ik aan was. Kan ik jullie nog van mij? Ja. En dan zegt hij: ik heb hem zelf uitgekocht. Ik zeg, oké, ik hoef hem niet meer. Ik weet niet hoe mijn vriend past, maar dat gaan we doen. Ik wil nog een landing met de open.
Sparkling sensation. Ja, voor in bad. Altijd goed, toch? Vond je me de vorige stinky bad? Ik zeg verder niks. Ik ging bijna zelf over mijn nek, maar verder was het oké. Dat knippen we eruit. Even een rondje. Ja, lekker. Lekker, lekker, lekker. Dank u. Ja, wat wel. Oké, waren jullie niet bij hoor. Nee. Lekker. Zeker, zo'n shiny uit. Ja. Woe! Denk je wel, schatje? Hey! Oh, ja. Dan zie je wel dat je wat aan je haar. Ja. Deze had ook wel wat hoger gemaakt. Mag ik maar waar? Shiny cake. Waar keek je naar? Ja, schermpje. Kijk, ja, en dan zit je daar naar te kijken. Maar eigenlijk moet je op een gegeven moment gewoon kijken, zit er goed op, oké. En dan zo. Hoi, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Sergio. Ik ben René. En vandaag is het afscheid van... Thomas. Probeerde het een beetje luchtig te houden. En maar te denken van, dan zijn ze van deze, is ze van deze twee bullebakken af. Die er alleen maar lopen te irriteren. En Donna alleen maar het gevoel heeft dat ze van alles moet verdedigen. En ze zit nou haar eigen poot op te vreten. En bij alles denk ik nou van, oh, dit is de laatste keer. Dit is de laatste nacht. Dit is de laatste ochtend. Ja. De laatste keer uitlaten. De laatste keer eten geven. Ja, eten geven gaan we nu niet doen voordat we ze wegbrengen, want dan kost ze toch alles weer uit in de auto. Ja. Dus we gaan zo meteen nog een keertje lopen, denk ik, eventjes. En dan gaan we richting Zeeland. Ja. Hij was ook zenuwachtig. Hij had ons om 3:50 s'nachts een appje gestuurd. Waarschijnlijk slaapwandelend. Van, zijn jullie al geweest? Hij was wakker geworden, schokwakker. En was naar de deur gaan rennen om te kijken of ze er al was. Hij dacht dat hij te laat was, dat hij er gemist had. Dus dat was eigenlijk wel heel erg lief. Ja. Hij was ook zenuwachtig. En, nou ja, wij ook. Ja. Ja. Yeah. Had ze nou vannacht lang zitten blaffen of weet je? Alleen eventjes. Ik denk dat ze heeft zitten blaffen telkens als ze een lift voorbij hoorde komen. Yeah. Ze dacht dat we thuis waren. Ja, is dan. Dat is dan. Zit je nou gewoon op je billen? Zit je nou gewoon op je billen te zitten? Ja, ik zie dat gebeuren. Ik lijk heel de kieven zo in de lucht in. Wat doe je nou? Zo. Dus wij gaan eventjes opfrissen en zo. Hé, baby? En dan gaan we... Even wandelen. Wandelen. Oké. Zeeland. Where we are.
gehad. Je denkt... heeft het natuurlijk gehoord. Ik geef het zijn laatste fuck you. Dat is ook heel marktbaar. Ja. Het eerste wat ik kan doen. Payback. Is om dat te doen. Zij wordt gewoon koningin van de samba. Oud wordt de record straks. Zij kan hem ook eens geen janken. Een beetje last van mijn buik. Ik voel dat je op een begrafenis bent en dat je denkt van nou, we gaan niet allemaal janken. Een beetje wat luchtigs erin gooien. Oh ja, precies. Gemeentehuis. Nummer 45. Water in de brokjes. Ja. Dat was het dan, hè? Ja. In ieder geval lief en ze maar op de bank en bed. Zo gek, hè? Oké. Nou. Met dat naar huis. Ja, dat is natuurlijk ook waarom we het gedaan hebben, dus... Moet ook nog tol betalen, zeg. Jezus, dat is echt niet... Dat is echt niet normaal. Krijg je helemaal. Goeiedag. Godverdomme. Hey, dank je. Contactloos met een niet contactloze pas. Met meneer. Ja. Zou dat een meevalletje hebben? Nou, dus dat. Voor de mensen die het niet hebben meegekregen, er is hier vorige week een vechtpartijtje in huis geweest. Geen huiselijk geweld tussen ons twee, want wij zijn altijd heel erg lief. Maar tussen de hondjes. En het was zo erg dat onze kleinste bulldog Reggie bijna de pijp uitging. Het heeft te maken met Donna, mijn hondje. Die is... Ja, dat is een gevalletje apart. Die heeft helaas niet zoveel socialisatie geleerd vroeger. En is daardoor heel territoriaal en verdedigend, vooral naar mij toe. En dat heeft dus geleid tot een vechtpartij. En sinds dat ze het druppeltje bloed geproefd heeft van Reggie, was eigenlijk... hoe zeg je dat? Alle rem los.
Ja, het is gewoon, het is er niet minder op geworden. En ze heeft gewoon bij ons constant het gevoel dat ze van alles moest verdedigen. Ja. Mojo en Retje die hadden zoiets van, joh, kom er lekker bij liggen. Maar Donna kent dat niet en die had juist het gevoel dat ze van alles moest verdedigen. Dus ze had gewoon een huisje nodig waar ze lekker de koningin was in het huis. En die hebben we gelukkig voor haar kunnen vinden. Ja, bij helemaal in fucking Zeeland. Ja. Maar ja, we hebben wel gezien dat het in ieder geval een leuk huisje is. Een schoon huisje, aardige kerel. Ook met zijn eigen rugzak. En was erg op zoek naar een maatje. Was heel erg alleen. En nou, dan heeft hij aan Donna echt de beste, denk ik. Die wil het liefst de hele dag kroelen. Nou, ze mag ook wel op de bank. Ze mag in bed. Ja. Dus Queen Latifah is back on her throne. Ja. Ja. Maar ja, het is voor ons natuurlijk wel ontzettend moeilijk vandaag. We zijn er heel erg verdrietig over. En, ja, het is iets wat zal moeten slijten. Het zal wennen zijn. Ik moet eerlijk zeggen, ik mis ze nu al. Ja. Ik betrapte me net op dat ik daar zo bij de bankje iets hoorde. En ik keek meteen om zo van, Donna die valt weer aan of zo, weet je wel. Ja, maar ze was natuurlijk ook gewoon de drukste van alle drie. En lekker rondspringen. En ja, ze had natuurlijk ook vooral hele leuke dingen. Alleen, ja, er was gewoon één ding. En dat was dat het dus niet samen ging. Dat die er al waren en ouder zijn dan zij. Ja. Dus zij verdient gewoon een beter huisje. En, ja, nou ja, goed. We krijgen in ieder geval nog fotootjes af en toe. En maar ja. We kunnen er gaan opzoeken als we willen. Dat is dan ook wel weer lief. Ja. Alleen is het niet echt naast de deur, dus. Nee, en kijk, je wil Donna ook niet te veel in de war brengen. Ja, ze moet eerst gewoon leren dat ze nu een ander baasje heeft, een andere roedel en dat ze daar lekker een plekje vindt. Dus hopelijk, want we hebben toch wel een aantal filmpjes nu met schokkende beelden en veel verdriet. Ja. En hopelijk was dit voor vandaag even voorlopig de laatste. Ja. Maar vind je onze filmpjes leuk? Graag even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan horen we graag wat jullie ervan vinden en leuk dat jullie weer hebben gekeken. En voor iedereen op Facebook en Instagram en alle andere social media, dankjewel voor alle lieve berichtjes. Absoluut, ja. En ja, het is toch altijd wel weer een steun om dat soort dingen te lezen en mee te krijgen. Dus. En dat je ook het gevoel krijgt dat je er goed aan doet. Dus, thank you. Bye bye.